Ik ben Leon en achter mij zien jullie het allernieuwste Valk Exclusief Hotel. Hotel Ozaan Amsterdam. Vanaf 5 uur vanmiddag start ik een livestream uitzending op de Valk Exclusief Facebookpagina, waarbij ik het hotel van binnen en van buiten helemaal ga bekijken. Naast mij staat Romy, die werkt sinds 2 maanden bij Hotel Ozaan. Wij gaan nu lekker naar binnen en we gaan jullie het hotel laten zien. Kom mee. Kijk eens, daar zijn we dan, in de lobby. Hallo dames van de receptie. Hey. Hallo. Even kijken, we hebben daar hier een soort van het lounge gedeelte, zie ik. Ja, inderdaad, dit is de lobby. Die lampen, die zijn echt zo gaaf, kan je het zien? Ja. Oh, wat mooi. Aangekomen bij de open bar. Je kan je dus gewoon lekker aan gaan zitten voor een koffie of misschien een biertje, wat jij wil. Kijk dan. Heel veel hartjes. Heel veel hartjes. Heel veel liefde. Wauw, dat zit al goed, zegt Leonie. Dit ziet er echt wel gaaf uit. Mooi, hè? Ja. Ja, hartstikke mooi. Kleurencombinaties. We hebben hier een hele mooie jinglehoek. En de directeur. Ja, doe maar heel even. Vindt hij wel leuk. Hi Michael. Hallo. Een mooie flamingo behang, want dat hebben we ook. Ja, flamingo's. Ja. Horen er ook bij. Ja. De vraag is, wat jij heel erg graag zou willen zien. En onder de leukste reacties van de mensen die kijken, die maken kans op een overnachting in dit spiksplinter nieuwe hotel. Jorn van den Burg vraagt een kijkje in de keuken. Kijk eens, de keuken. Het is gigantisch. Ja. Gigantisch, ja. Er werken zo'n 50 mensen in de keuken. Ze hebben allemaal hun eigen kant. Hè? Dus we hebben vlees, vis, specialiteiten, garnituren, dessert en volgerechten. Ja. En ze zijn allemaal lekker bezig om dat alvast klaar te maken voor de mensen hier een hapje gaan eten. Kijk eens wat een lekkere hapjes. Het heet natuurlijk Hotel Ozaan Amsterdam. Nou ben ik zelf, kom ik uit Amsterdam. Het viel mij op dat het ook echt maar, nou wat is het, 20 minuten van het hotel af is. Ja. Je zit best wel om de hoek. Ja, heel dicht bij Amsterdam. Even zien, we zijn inmiddels boven. We gaan door de prachtig mooie deuren en we komen aan in de breakout room. Dit duurt nog even voordat het af is. Het zalendeel is dit. En dit is het gedeelte waar de congreszalen zijn. We hebben 13 congreszalen. Er moeten nog wat puntjes op de i gezet worden. En ook dan is nog niet alles af. Maar dit geeft je wel een impressie. Wat een te gekke zaal is dit. 500 man, bruiloft. Bruiloft, dit is het. Met een terras daarachter ook, hè? Jorn van den Burg vraagt, hoe is het uitzicht? Nou Jorn, dat gaan we je nu meteen ook laten zien. Aan deze kant kan je meteen kijken of er file staat. Laten we even naar de andere kant lopen. Hier komt dus live cooking. Ja, precies. Oh, die kaarsen daarboven. Ja. Dit is een soort hele grote kaarsenstandaard. Ja, op zaterdagavond vindt hier de beroemde live cooking plaats. En op zondagmiddag natuurlijk de live cooking brunch. En voor de mensen die toch op de een of andere manier niet weten wat live cooking is. Dat is eigenlijk één grote keuken. Ja. Waar je dus als buffet langs loopt en de kok het live voor je klaarmaakt. En dan gaan we naar de tweede verdieping. En daar gaan we eens even naar de kamers kijken. Dames en heren, welkom. In de hotelkamer bij Hotel Ozaan Amsterdam. Ja, daar zijn we. En wat mooi, ziet hè? Dit er goed uit. Oh, dit is wel heel relaxed. Is er een bubbelbad? Zeker weten, ga ik ook laten zien. Wauw. Het is er. En het is erg comfortabel. Hoeveel etages heeft het hotel? Zes verdiepingen. Ja, zes verdiepingen. Die gaan we nu ook beklimmen volgens mij. Patsboom. En we zijn boven. Er werd gevraagd hoe lang er aan het hotel gewerkt is. En het is nu ongeveer 2 jaar geleden dat de eerste steen werd gelegd. We hebben hier aan de rechterzijde, jawel. Ta 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 ta. We hebben hier het pronkstuk. En kijk eens naar het uitzicht. Je kan eventueel in je zwembroek naar buiten, ja. Je kan inderdaad in je zwembroek naar buiten hier. Ja. Thank you.
kijk eens, de hotelbar. Dit ziet er echt waanzinnig gaaf uit. Nou, ik zeg cheers. Proost. Jongens thuis, dank jullie wel voor het kijken. We hopen dat je het leuk vond. Fijn weekend en tot snel in Hotel Ozaan Amsterdam. Doei doei.